Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het is moeilijk te zien op deze satellietbeelden, maar er zitten wolkenvelden boven het noorden en oosten van het land en ook deels boven Duitsland. Maar in de loop van de ochtend verwacht ik wel dat die bewolking weer gaat oplossen en de mist die zich dicht bij de grond bevindt, die verdwijnt ook. In het westen en zuiden schijnt de zon flink en dat blijft de hele dag zo. Vanmiddag dus meer zonneschijn, nog wel her en der een paar wolken. Uiteraard blijft het overal droog. Het wordt zo'n 9 tot 11 graden en de wind waait rustig uit het oosten tot noordoosten. Ook komende nacht, rustige omstandigheden. Halverwege de avond is het de graad of 5, en in de nacht kan het kwik dalen naar 0 tot lokaal min 3 graden. Morgenochtend hebben we dan hier en daar weer een grijze start. Daarna lost dat weer op. En vooral smiddags zijn er flinke perioden met zon. Het is iets minder zacht dan vandaag. 8 à 9 graden verwacht ik als maximum. Wel weer een droge dag met weinig wind. Zondag trekt de wind iets aan. Na windkracht 3 à 4. Dat gaan we wel voelen. Op de thermometer wordt het 9 à 10 graden. Er is veel zonneschijn. Maandag en dinsdag houden we de oosten- tot noordoostenwind. Na dinsdag gaat de wind misschien draaien naar het zuiden. Dan kan het wat warmer worden. Ik ben Michiel Severin.